Leuk, we mogen jullie hier vaker begroeten. Ja. Met de scootmobielvereniging. Ja. En nou, we vinden het dan ook heel fijn dat de gemeente een oplaadpaal hier heeft neergezet voor het wat toegankelijk is voor scootmobielgebruikers en natuurlijk ook voor fietsers. En nou, ik moet zeggen dat daar een mooi begin mee is gemaakt voor de verbeterslag, zoals de gemeente die ook aangekondigd heeft. Van het Bernissengebied. En daar wil ik in ieder geval eigenlijk jou en alle ambtenaren hartelijk voor bedanken dat je dat in gang hebt gezet. Ook leuk dan dat we de paal mogen openen, de oplaadpaal. Helemaal energie-neutraal, zoals dat zo mooi heet. Hè? Op zonne-energie vult hij de accu. En in een half uurtje, drie kwartier heb je de scootmobiel of je fiets opgeladen. Oh, uiteindelijk wil vragen om de bouwlinten samen met mij weg te gaan knippen. Ja, dat is goed. Ja. Willen jullie Martijn, aan de achterkant was? Ja, met je gezicht tegen. Ik zal dadelijk inderdaad doen even met z'n tweeën ook. Goedemorgen, ik ga hem ook even netjes voorstellen. Martijn Hamerslag, wethouder van de nieuwe gemeente Nissewaard. En onder mijn portefeuille valt toerisme en recreatie. Vandaar dat mij gevraagd is om vandaag twee zaken te openen eigenlijk. Want we zijn hier vooral ook voor de laadpaal die vandaag geopend wordt. Maar ook voor de terwaterlating van de fluistersloep die vandaag gaat varen. Ja, twee zaken die goed passen bij de ambitie van onze gemeente en van ons college is om meer te maken van het Bernissengebied dan dat het nu is. Het is al een fantastisch mooi gebied, maar er wordt eigenlijk te weinig gebruik van gemaakt. En nou, er zijn een aantal punten die verbeterd kunnen worden. Er werd al door Robert net even wat over gezegd. Waar wij vooral op inzetten is ook het verbeteren van de toegankelijkheid. Nou, aan de andere kant van de Bernisse gaat er een parkeerplaats weer open. Die wordt in ieder geval hersteld. Daar komt ook een trailerhelling bij. Daarnaast zijn we bezig met nieuwe bebording in het gebied. Om ook nieuwe routes aan te gaan duiden. En tegelijkertijd hoort daar natuurlijk ook bij de oplaadpaal, niet meer weg te denken tegenwoordig. Nee. En wat is er nou een mooiere plek dan hier bij de pannenkoekenbakker, zou ik bijna willen zeggen. Ja, zeker weten. Tijdens het opladen tegelijkertijd een kopje koffie halen of een lekkere pannenkoek. Er is onderzoek gedaan naar wat voor de putten nou aantrekkelijk maakt en daar fietsen staat daar wel op nummer 1. Het blijkt dat veel recreanten en toeristen de fietspaden en de fietsroutes en hetgeen wat ze daar te zien krijgen, wat ze daar beleven, goed waarderen. Dus daar willen we ook gaan inzetten. Vandaar ook hier de laadpaal. Daarnaast zijn we op meer punten bezig om impuls te krijgen in het Bernissengebied. Wellicht heeft u het al meegekregen. We hebben ook geprobeerd om de Bernisse weer bevaarbaar te maken voor elektrische boten. Dus niet alleen de fluistersloep, maar ook particuliere bootjes. Want ja, zeg nou zelf, het is eigenlijk zonde dat je vanaf het water het gebied nu niet van het gebied kunt genieten. Nou, dat besluit is gelukkig genomen in het recreatieschap, dus dat is in principe mogelijk. We wachten nog wel even op het verkeersbesluit. Dus tot die tijd moeten we het even alleen met de fluistersloep gaan doen. Maar dat is ook geen straf, want ik heb begrepen dat er ruimte is voor 6 personen. Dat de sloep gehuurd kan worden bij de pannenkoekenbakker en dat je dan een lekkere picknickmand meekrijgt. Ja. Nou, dat lijkt me geen straf. Leuk, nee. Nou goed, u bent hier vooral met de scootmobiels. Daar is de paal uiteraard ook voor geschikt. Ja. En nou, ik begreep dat die vandaag direct uitgetest moest worden omdat er 2 niet goed opgeladen waren in ieder geval. Nou ja, volgens mij is de zon voldoende, dus dat moet denk ik wel lukken. Ja. Voordat we overgaan naar de openingshandeling, wilde ik toch nog even de complimenten overbrengen aan Robert. Wij hebben ambities als gemeente met dit gebied en daar gaan we ook de komende jaren volop op inzetten. En daar zult u ook resultaten van zien. Maar zonder ondernemers doen we ook niks. En daar zijn we ook van afhankelijk. Ja. Daarvoor zijn we ontzettend blij met een ondernemer zoals Robert, die ook plannen heeft om nog veel meer met dit gebied te doen. Waaronder een uitbreiding bijvoorbeeld van de speeltoestellen. Hè, en wellicht een kinderboerderij in de toekomst. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En uiteraard ook dank voor de gastvrijheid waarmee we hier vanochtend zijn ontvangen. Ja. En een klein compliment ook uiteraard aan Ger, die staat daarachter. Maar goed, ik mag een praatje houden, maar ik zal u zeggen, het is nogal een bureaucratisch gedoe in dit recreatiegebied. Want je hebt met heel veel partijen te maken, dus zelfs voor het plaatsen van zo'n paal, dat heb je niet zo snel geregeld helaas. Het is soms onbegrijpelijk.
Maar dan heb je mensen nodig die zich daar voor inzetten. En Ger is daar uiteraard een van. Dus graag een applausje voor je. Robert en Ger. En dan denk ik dat we maar snel moeten overgaan naar de openingshandeling. Ja, helemaal goed. 3, 2, 1. Kijk, er zijn er genoeg om door te knippen, dus je kunt nog voor. Deze kijkt naar de lintjes. Kijk ze naar de lintjes, ja. Nou hierheen kijken nog. Ja. Zo. Voor de foto nog even de stekker. Nou, zijn we nog eens een beetje aan de strook zetten, zeg maar. Hebben we mannen? Ja, de vlam hebben we. Uit de tekenfilm van Walt Disney, afgeknaagde takken. En dan zegt die boom, dat is geen mensenwerk, dat is beverwerk. En dan zie je, kun je straks zien, op die boom, er zitten echt allemaal tandjes in, die hebben heel die schors weggeknaagd. Ze zitten, die hebben zich best vanuit de biesbos al behoorlijk verspreid. En ook naar dit gebied toe blijkbaar. Ja. Het heeft me